bij een nieuwe aflevering van Gespierde Taal. We gaan zoals altijd weer beginnen met warm lopen. Doe thuis ook mee. Tot zo. Ik ben Razaal, ik ben 44 jaar. Razaal gaat iedere week lopend naar de supermarkt in de buurt om voor haar gezin de boodschappen te doen. Ik voor drie mensen zijn boodschappen doen en ik vind het zwaar en word er moe van. En ik heb ook last van mijn rug en benen. Voor sommige boodschappen moet Razaal naar winkels die niet in de buurt zijn. Dan kan ze er niet heen lopen, maar moet ze met het openbaar vervoer. Sommige spullen zijn is duur. Daarvoor moet ik helemaal naar de Lidl. Dat is lastig zonder auto of fietsen. Ik probeer zoveel mogelijk te lopen, maar ik heb last van mijn knie. Daarom wil ik fietsen. Razaal hoopt snel te kunnen fietsen. Dan hoeft ze niet meer met haar zware tassen te lopen, maar kan ze haar boodschappen met de fiets naar huis brengen. Voor straks, dat is handig voor mijn boodschappen. Ja, en de woorden van vandaag zijn dubbel, benen, kuiten en armen. Beginnen in de looppas. En dan hebben we een spreidzaand. Let op. En we gaan opzij. En de knieën aan omhoog. Omhoog. Heel goed. Knieën omhoog. Doen we de elleboog erbij. Let op. Hier. En drie. En twee. Doen we ze twee keer. Dubbel. Dubbel. Eerste woord. Dubbel. Zeg mij maar na. Dubbel. Heel goed. En dubbel. Doen we vier keer. Eén. Twee. En drie. En vier. En we gaan met de rechtervoet, gaan we alsof we met één voet aan het fietsen zijn. Heel goed. En andere been. Ga goed staan, benen gebogen en we gaan weer fietsen. Als u uw evenwicht niet kan bewaren, geen probleem. Blijf bewegen, pak een stoel erbij of steun tegen de muur. Heel goed. Voeten uit elkaar, gaan we de benen buigen. Benen. Benen. Volgende woord. Benen. Benen, zeg mij maar na. Benen. Heel goed. En benen. Benen. Zo laag als u zelf kan. De billen mogen iets naar achteren, maar niet met uw lichaam naar voren. Blijf rechtop. Heel goed. Blijf laag. Let op. Tenen gaan. In de grond en de hakken gaan omhoog. Een oefening voor de kuiten. Volgend woord, kuiten. 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 Goed, alle twee. Uh-oh. Als het zo niet lukt, pak wat vast. Of strek uw armen naar voren voor meer evenwicht. Kuiten. Zeg mij maar na. Kuiten. Heel goed. Gaan we opzij, twee passen. Blijf laag. Kom niet omhoog. Let op, hè. Benen blijven gebogen. Benen. Heel goed. En we doen hetzelfde op de plaats. Op de plaats. Benen gebogen. Heel goed.
Oh. 4, 3, 2, let op. Let op. 1, 2, 3. En je knie die gaat omhoog. 1, 2, 3. Knie. En knie. Blijf laag. Alleen je knie komt omhoog. Nog twee keer. Laatste keer. En op de plaats. Goed gedaan. Goed. We gaan nu op de plaats staan. Doen we oefeningen voor de armen. We zetten de handen in elkaar. Ellebogen naar voren. Benen zijn licht gebogen. Let op. Strek omhoog. En terug. Met de armen. Dat is het volgende woord. Armen. Zeg mij maar na. Armen. Armen. Heel goed. Armen. En met de armen gaan we nu naar beneden. Breng ze naar achter gestrekt. En strek ze wat meer naar achter. Dubbel tempo. Let op. Benen zijn gebogen. U mag best weer iets naar voren hangen. Maar uw armen blijven achter. Heel goed. En achter. Span die buikspieren aan. Nog 4. En 3. En 2. Goed. Let op. We gaan zijwaarts omhoog. Armen zijn gebogen. En armen. 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 Zeg mij maar na. Armen. Ik hoor het thuis heel goed. En hou hem omhoog. Handen boven. En we gaan van boven naar beneden. En laag. En laag. Heel goed. Hou de ellebogen hoog, hè. Niet afzakken, dit is niks. Kom op, hou ze hoog. Buikspieren aangespannen. Even volhouden. U kan het wel. Heel goed. 2. En laatste keer. Oké. En zwaai de armen van links naar rechts. Goed gedaan. Doen we er nog een paar. En dan hebben we het gehad. Nog 4 tellen. Nog 3. 2. Met de armen weer gebogen. Opzij. Let op. In en uit. En naar voren. En uit. Benen uit elkaar. Benen gebogen. Buik aangespannen. En naar voren. Oké, hou die ellebogen eens voor. En goed, gaan ze omhoog. Terug. U moet de televisie kunnen zien. Koek, koek. Daar zijn we weer. Daar ben ik weer. Terug. Heel goed. Hou vast, hè. Kom op. Nog 2 keer. Oh, nog 1 keer. En schud los. Gaan we op het matje zitten. Goed gedaan, dames. Zag er perfect uit. Thuis ook. Heel goed. We gaan liggen en de billen een beetje omhoog, de handen eronder. En we gaan fietsen met de benen in de lucht. Rustig tempo. En fietsen. Oeh, lekker biertje buiten. Lekker fietsen in het park. Goed, tempo is wat sneller. Kom op. We fietsen naar de sportschool. Kom op. We zijn bijna te laat voor de volgende les. En fietsen. Goed. Blijf fietsen. En als het lukt, zet uw vingers achter de oren. En de schouders komen omhoog. Als het nog niet lukt, houdt uw handen nog steeds onder uw billen. Heel goed. En de volgende oefening is fietsen. En met uw ellebogen naar de knieën. Rustig tempo weer, hè? Rustig tempo weer. Heel goed. Oké. En los. We pakken de knieën vast. En we gaan draaien. Cirkels draaien. Goed gedaan. En terwijl wij hier in de studio tot rust komen, kunt u kijken naar het volgende filmpje. Goed gedaan. Elke week ga ik naar de fietsles.
In Nederland is fietsen heel normaal. Maar voor mensen die hier niet geboren zijn, kan fietsen best lastig zijn. In veel buurthuizen geven ze daarom fietsles. Ze leren eerst bij de eerste stap goed balans krijgen op de fiets. En dan leren ze hoe kunnen ze trappen. En dan leren ze hoe kunnen ze goed vasthouden. Kom maar, ik ga je uitleggen. Kom maar. Oké. Je moet met twee voeten eerst steppen. Fietsen kan in het begin best eng zijn. De vrouwen zijn vaak bang om te vallen. Eerste les bang, maar nu niet. Ik heb nu genoeg geleerd. Ik heb 2-3 keer bevallen, ja. Succes, dames. Zodra de dames goed kunnen fietsen, mogen ze examen doen. Samen met een begeleider gaan ze dan een stuk fietsen in de buurt. Ze willen echt leren, dus ze wordt zelfstandig van de fiets. Met de fiets. Soms kom je koffie drinken. Auto is veel geld betalen, over fiets makkelijk. Bus, tram is bijna 1 uurtje weg. Maar fiets 20, 25 minuten is heel snel. En wie goed in het verkeer kan fietsen, krijgt een certificaat. We hebben deze aflevering weer veel nieuwe bewegingen en nieuwe woorden geleerd. Zoals dubbel, benen, kuiten, armen, fietsen. Wilt u meer informatie over fietsen of fietslessen? Kijk dan op www.gespierdetaal.nl. Tot de volgende keer! Ha ha ha!